Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Heel erg bedankt ook allemaal voor de ontzettend leuke reacties die gekomen zijn op de knokcommercial waar ik voorlopig even in te zien ben. En op het recept van vorige week, want een hoop van jullie zijn die eigenlijk meteen gaan maken, de ijskoffie. En heel erg bedankt voor al die reacties. Deze week heb ik weer een super makkelijk receptje voor jullie. Je kan hem als een voorgerechtje serveren, maar het is ook perfect als er opeens een groep vrienden langskomen. Dan kan je dit snel maken en dan heb je een heel lekker hapje. Wij gaan namelijk een dipcamembertje maken deze week. Ja, en voor dit recept heb je dan het volgende nodig. Je hebt een camembertje nodig. Nou, ik heb meestal deze. Die vind ik zelf heel erg lekker. Daarnaast heb je honing nodig. Of wat rode wijn. Maar het zou ook met cranberry saus kunnen of met granaatappelsaus zelfs. Maar ik ga het met deze twee varianten maken. Daarnaast heb je één teentje knoflook nodig. En wat takjes tijm. Als eerste snij je knoflook in hele dunne plakjes. En dan ga je die camembert uitpakken. Je moet ook zo'n camembertje hebben in een houten doosje. En dat zit altijd nog eventjes in plastic en er zit nog zo'n papieren dingetje soms in. Of het kan zijn dat er stickertjes op de verpakking zitten. Die moet je verwijderen. Kaasje uit de verpakking en dan stop je het kaasje weer terug in het houten doosje alleen. En dan ga je inkepingen maken in de camembert zodat je eigenlijk kleine vierkantjes krijgt. En in die vierkantjes die je dan net gesneden hebt, kan je dan takjes tijm en de plakjes knoflook stoppen. En daar overheen giet je dan of honing of de rode wijn. Kies wat je lekker vindt of laat het afhangen van of het ook voor kinderen is of niet. Ik heb de camembert op een bakplaat gezet met daarop bakpapier. Want het zou kunnen dat de honing of de rode wijn of wat voor saus je ook gebruikt hebt, dat die een beetje gaat lekken. En je wil niet dat het op je bakplaat komt, want het wordt echt heel kleverig en lastig schoon te maken. Dus wees slim en leg er eventjes wat bakpapier of desnoods wat aluminiumfolie onder. Dit kaasje mag nu in de oven en dat heeft zo'n 15 tot 20 minuutjes nodig. Hou het goed in de gaten en dan is die klaar. Zo ontzettend lekker is dit. Die kaas die wordt dus helemaal zacht. Je kan eventueel een vorkje erbij geven, zodat mensen die kaas op zo'n broodje kunnen doen. Maar je kan iedereen ook gewoon lekker uit dat bakje laten dippen. Super lekker, super simpel. Dus ik hoop dat jullie het weer een leuk recept vonden. Klik op het duimpje als dat het geval was. En ga ook zeker dit recept delen op Facebook als je het lekker vond, zodat al je vrienden kunnen meegenieten. Of zodat je dat tenminste te eten krijgt als je bij je vrienden op bezoek gaat. Sorry, ik praat met volle mond. Maar ik hoop wel dat jullie er volgende week weer zijn. En tot dan!